pesten is nooit een grote problematiek in onze school geweest. Maar het is er wel altijd. Het is wel altijd ergens een beetje aanwezig. Wanneer je te weten komt dat er gepest wordt, is het vaak al te laat en is de emotionele schade van de persoon die gepest wordt al vaak zo erg. Dus je kan eigenlijk niet rap genoeg erbij zijn en je kan beter preventief te werk gaan. In onze school loopt het project Verbondenheid. Dat is een project dat wij eigenlijk in leven hebben geroepen om het pesten tegen te gaan. We mixen eigenlijk leerlingen doorheen de verschillende leerjaren in verschillende groepen. En we maken de leerlingen van het vijfde of zesde leerjaar verantwoordelijk als kapitein over die verschillende groepjes. Ja, je zit eigenlijk in groepen ingedeeld met meestal twee van ieder klas, van het eerste tot het zesde. En dan krijg je een naam van een dier. Ik ben jachtluipaard. Dan kom je met die groep samen en knutselt je. Mooi? Met mama blij zijn? Het hoofddoel van de activiteit is eigenlijk dat de kinderen van een groep elkaar beter leren kennen, zodat ze dat ook kunnen meenemen op de speelplaats alle andere dagen van het schooljaar. We komen 5 tot 6 keer samen per jaar. Het is wel de bedoeling dat de leerlingen elk jaar opschuiven binnen hunzelfde groepje. Die groepen zijn net voor tegen pesten. Je weet toch, op school zijn toch vaak dat ze dan zo plagen, pesten, daar zo slaan en zo. Zodat je dan zo kennis maakt bij andere kinderen waar je niet speelt. Dus de oudsten moeten dan voor die kleinkinderen zorgen. Regelmatig roepen we de kapiteins samen om eens te informeren van wat krijgen jullie binnen, wat zijn de vragen waarmee ze naar jullie toekomen. Kunnen jullie dat oplossen of hebben jullie daar verder hulp bij nodig? We gaan ook ieder jaar opnieuw voor de kapiteins wat vorming geven van hoe kunnen ze omgaan met kinderen die hen problemen komen melden. Want we vinden niet dat zij degene zijn die alles moeten oplossen, de kapiteins. De kapiteins zijn eigenlijk brugfiguren. Ja, de brug naar de directeur of de zorgcoördinator is denk ik soms net iets verder, ook al staat die deur altijd voor hen open. Wij zijn ook kapitein en ik vind dat wel fijn omdat je dan zo met jongere kinderen leert omgaan. Dus wij kennen vaak de leerlingen die jonger zijn als ons, maar de leerlingen van het eerste of het tweede of zo, die hebben ook wel meer leren zeggen tegen ons en meer leren vragen aan ons. Je ziet die leerlingen, die grotere, toch wel af en toe zich bemoederen over die kleinere kinderen. Dat is wel mooi om te zien.